Welkom bij MENT Late Night. Johan Leman, bijgenaamd Pater Leman, wordt volgend jaar 70, maar dat is hem niet aan te zien. Hij is overigens nog altijd bijzonder actief, geeft les en schrijft. Deze Pater Dominicaan, professor in de sociale en culturele antropologie, is vooral bekend als de vroegere voormalig directeur van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding. Als voormalig directeur waarschuwde hij dat er na de fatwa van de leider van IS in september vorig jaar radicale aanslagen in Europa zouden volgen. Helaas kreeg hij gelijk. Jarenlang was hij schietschijf van zowel rechts als links in de vuurlijn van de politiek. Eigenlijk is Johan de Mann antropoloog, iemand die mensen in al zijn aspecten bestudeert en voorstander van een vrije mening. Ik citeer, lachen met godsdiensten moeten vrijblijven. Welkom, Johan Leman, in deze MENT Late Night Studio. Um, en een goede avond aan iedereen. Ja, voilà, dus laat blijvers nog. Um, ik moest lachen uh, toen, ik, echt waar, toen ik las dat u een Dominicaan bent, want in het beroemde boek uh, De naam van de roos van Umberto Eco zegt het hoofdpersonage, William van Baskeville, dat Dominicanen honden zijn. Dominicanen, de honden van de heer. Hij zelf was uh, Franciscaan. waar die animositeit? Ah, dat je moet zien, het waren de twee grote concurrentiële ordes, denk ik, ja. in de 13e eeuw. Het was de 13e eeuw, dat was een zekere competitie. En later wat had je diezelfde soort competitie dan tussen de en de ja, Ik wou net vragen, van, dat is, is uh, dat iets dat u in uw leven me heeft meegemaakt? Zo van, van, of van, oeh, een Jezuït. Nee, om zo. de waarheid te zeggen, ik, het was de eerste orde waar ik aan dacht. Om ja. <laughs> Waarom is het dan die andere maar orde geworden? Uh, ja, dat... Oh. 18 jaar gebeurt er veel ah, ja, okay. uh, toeval. En het eerste contact dat ik had uh, met de was in Kortrijk. En dat viel zo streng uit. Mm -hmm. Dat ik dacht, oh god, dat is niet voor mij. Strengheid is niet aan. O, aan, dat, aan... Nee, nee. En dan het uh, tweede contact was dan, ik had dan gevraagd, uh, ik wou een intellectuele orde. Hè? Mm -hmm. Ik had dan gevraagd, uh, is er een andere orde? En mijn mij gezegd: ja, je kunt ook eens proberen bij de Dominicanen. Ja. En ik was daar gegaan en ik vond dat een stuk vrijer. Nu, ik herhaal, dat, dat zijn toevalligheden eigenlijk. Hangen ja. Sommige keuzes af van toeval. Toeval of niet, maar u was vooral in beeld omwille van uh, in het verleden, dan toch een, tot een jaar of tien geleden zo wat, uh, voor uw inzet voor minderheden zoals de migranten en de minder bedeelden. Maar ja. Als ik goed begrepen heb, zet u uw werk terug voort nu in, ja. in, in Brussel. Ja. Een foyer Molenbeek in de Foyer. Ja. Ja. En wat licht. is dat dan exact? Wat doet u daar? Wat mij interesseert is eigenlijk, en eigenlijk meer, zo, ik zeg dat wat ik vroeger gedaan had in, uh, als kabinetje van Pola Doom mm -hmm. of als directeur van het centrum, wat mij eigenlijk interesseert is het uh, directe contact met mensen. Ja. Uh, zeker in een grootstedelijke situatie. En dan vooral met mensen die het minder gemakkelijk hebben. Mm -hmm. Ik reken mezelf tot de categorie mensen die veel geluk gehad hebben in het leven. Ja. En ik vind dat... Uh, Vindt dat je je leven zin kunt geven door uh, een beetje van het geluk dat je zelf gehad hebt. Uh, te, delen. te delen met anderen. Meer hoeft uh, daar niet achter te zijn. Ja, okay. dus. Een van de meest fascinerende boeken die ik ooit van u las, was een boek over Siciliaanse immigranten in België en hun erecodes. Bijna 30 jaar oud voor de mensen die uh, nog kunnen nadenken. Maar toch, wat moesten we daaruit onthouden 30 jaar geleden met die Siciliaanse uh, immigranten? Oh, je kunt er veel dingen uit leren. Wat ik, daaruit ik heb daar heel veel uit geleerd. Ik heb geleerd onder andere wat godsdienst betekende ja. voor die eerste generatie, wanneer okay. ze er toekomt ergens. En dat waren dan geen moslims. Ik heb dan begrepen, veel van die mensen waren het thuis. Mm. Ik heb begrepen dat zij op zoek waren naar uh, vormen van zich inbedden, van ja. zich onder elkaar thuis voelen. Dat is één iets dat ik begrepen heb. Ik heb ook begrepen dat er in die landen zoiets bestond als cliëntelijke verhoudingen. Mm -hmm. uh, in Sicilië waren ja. dat dan mafieuze verhoudingen. Ja. En dat dat voor een stuk ook kan overkomen naar hier. Dus ik, ik heb daar wel een en ander uit geleerd waar ik uh, ja. heel lang heb kunnen uh, dus, mee voilà, werken. U, uiteindelijk heeft het u altijd geïnteresseerd, migratie. Um, ik kan mij inbeelden, vandaag de dag... Dat u het nogal druk moet hebben, hè? want migratie staat op de agenda. Iedereen heeft zijn zeggen over bijvoorbeeld vluchtelingen, echt of vermeende menselijkheid, randfenomenen die daarmee gepaard gaan. Um, zou, zou jij in één, minuut je stand, zou dat kunnen, in één minuut je standpunt over de huidige vluchtelingencrisis um, kunnen weergeven? Of is dat te complex? Ik ben blij dat ik het niet in 30 seconden moet doen. Eén minuut. Ja, kan dat? Het heeft te maken met globalisering, puntje één. Ja. Dus mensen moeten begrijpen, de tijd dat een land zich kan afzonderen mm -hmm. van de rest van de wereld is definitief voorbij. Ja. Overal trouwens dat zien we in de wereld. Europa, de grenzen zijn open. De virtuele, de virtuele ruimte is daar, het internet ja. enzovoort, één. Dit betekent dat als er zware problemen zijn waar ze geen oplossing voor zien op korte termijn, zij, ofwel omwille van hun kinderen, heel dikwijls mm -hmm. omwille van hun kinderen, de toekomst van hun kinderen, ja in iets minder mate voor zichzelf, een ruimte opzoeken, een plaats opzoeken waar het veiliger is. En waar ze aan een toekomst kunnen bouwen. En dit is nu massaal bezig op veel, wereldvlak. Oké, okay, veel mensen zeggen van, kijk, het gaat om economische vluchtelingen. Het zijn eigenlijk mensen die geen veilige omgeving zoeken. Ze kunnen veilig zitten in Turkije. Dat zijn zo de analyses van een aantal mensen. Zegt u ah, van, nee, dat is een brug te ver? Maar Turkije heeft er nu al boven de 2 miljoen. Mm -hmm. Je moet een beetje realistisch zijn toch ook? Dus daar zitten al 2 miljoen vluchtelingen. Ja. Dus dat land kan dat eigenlijk ook niet aan. Dus is het vrij normaal dat ze naar hier komen, naar Europa. Ik hoor ook zeggen, ja, waarom gaan ze niet naar Saudi-Arabië? Ja. Dat zegt boekdelen natuurlijk, omdat ja. ze het hier veel interessanter vinden dan daar in Saudi-Arabië. Dus wij hebben nu eenmaal het geluk, ik ben daarin nogal optimistisch, ja. van een welvarende streek te dus, zijn. Um, aantrekkelijk ook op het vlak van zijn vrijheden. Mm -hmm. Op het vlak ook van de kansen die je kan creëren voor je kinderen. En die mensen weten dat. Op het vlak ook van gezondheidszorg. Ja. Die mensen weten dat. Wij zijn soms niet te weinig genieten van onze eigen, ja. kan... eigen cultuur. Oké, okay, even voor de break. Kan ons land dit aan? Dat is zo'n vraag die regelmatig terugkomt nu. Van, ja, we kunnen dit niet aan. Sociale zekerheid kan het niet aan. De mensen kunnen het niet aan. Dat is meestal de vraag die nu naar boven komt. Wel, we hebben een ander groot drama recent meegemaakt. En het aankunt, dat is de bankencrisis. Dat heeft ons meer gekost dan die vluchtelingen. Ja, okay. We komen zo dadelijk terug in deze MENT Late Night met Johan Leman. Welkom terug bij MENT Late Night. Nog steeds met Johan Leman in de studio. We praten over migratie, immigratie en de vluchtelingen en alles wat daar rond hoort in deze uitzending. Gelooft u nog in de grenzen? Een grens is iets wat wij van de geschiedenis hebben meegekregen. Of... of uh, Zegt u van nee, dat, dat is niet meer van deze tijd? Ja, nee, er zullen altijd vormen van grenzen bestaan, denk ik. Mm -hmm. uh, de discussie gaat erover wat verbind je aan zo'n grens. Je kunt daar een buur zetten. Ja, daar... mag, dus... mag je die grenzen bemoeilijken of moet je ze volledig opengooien? Wel, je hebt een juridisch aspect, juridisch dat? Hè? De, als het rond Europa is, ja. is dat juridisch Moreel kunt u afvragen, is dat nu wel de goede houding en is dat efficiënt? Ik ga er nogal vanuit. Ik ben nogal veel met smokkel bezig met, met ja? mensenhandel. Hè? Echt, je weet dat misschien van vroeger. Ja, van vroeger. En, uh, <laughs> en uh, kijk, je moet ervan uitgaan hoe moeilijker je het maakt om te reizen, hoe meer je in de kaart speelt ook van smokkelaars die daar serieus bedragen kunnen op verdienen. Okay, dus, dus je dus... moet dat ergens afwegen. Ja. Ik ben geen voorstander van open grenzen. Uh, ik denk ook niet dat daar een de oplossing voor mm -hmm. bestaat. Uh, je moet daar verstandig mee omgaan, maar dat er grenzen zullen zijn, ja, altijd. Ja. Okay. Eind september waarschuwde u op uw blog, want u blogt nogal. Uh, in plaats van voor extreemlinkse infiltratie te waarschuwen, zou men beter opletten voor salafistische infiltratie. Ja. Kan je dat maar meer uitleggen? Wel, de eerste dat er extreemlinkse infiltratie is. Ik noem dat geen extreemlinkse hmm. infiltratie, want onder andere medewerkers van de foyer... Zijn daar ook gaan, je ja. uh, oh, zou me toch niet zeggen dat dat extreem linkse militanten <laughs> waren, van, dat zijn gewoon centrumfiguren. Mm -hmm. uh, er gaan er daar een paar geweest zijn, extreem linkse, maar die houden eigenlijk geen gevaar in. Ja, dus het gevaar zit aan de andere kant. Uh, wat zeker gebeurd is in Brussel, in het begin heel even, is dat een aantal salafis geprobeerd hebben om contacten te leggen met die mensen. Mm -hmm. Ik lees dat ook in Duitsland dit gebeurd is. En dat vind ik eerlijk gezegd iets waar ik meer zou op letten dan op een paar ja. uh, zogenaamde extreem linkse. Ja, dus die zijn veel gevaarlijker. Maar natuurlijk. Mm -hmm. In Molenbeek steken geruchten de kop op dat uh, uh, veel Benauwens hun vlees halen bij Vlaamse vleeshandelaren. <laughs> dat klopt. Wie, klopt dat? Oh ja, echt het vol met west <laughs> Dus wie bewijst dan, als het gerucht nu nog aanzwelt uh, en, en credibiliteit krijgt. Ja, Dan zou je zeggen: van, ga snel aan tafel zitten, dan zijn we van de discussie van, van halal en overdoof slachten allemaal vanaf. Maar evident. Ga je de... wat kort door de bocht? Of zeg... maar nee, evident. De oplossing die, en, die is zeker haalbaar. Daar ben ik 100% zeker van. Mm -hmm. eh, want ik had vroeger ook te maken met Michel van den Bosch. Ja. En ja, daar is mee te praten. Hè. En het wat was het probleem eh, in de jaren negentig dat je eigenlijk geen partner had aan moslimzijde om te praten. Mm -hmm. Nu is er wel geleidelijk aan iemand waar je kunt mee praten. Ik zou zeggen, zit aan tafel. Echt waar, je lost dat op. Ja. Uh, Die polarisatie een... is allemaal niet nodig in de media. Oh, dat is niet nodig, ja. toch niet over zo'n onderwerp. Is het recht op religie? Want ik praat met een gelovig mens. Hè? Ja. Je bent heel gelo... Ben je heel gelovig? Ik, bedoel... ik ben gelovig. Gelovig, Ach. gezond gelovig. Iedereen zal van zichzelf vinden <laughs> dat ik gezond gelovig ben. Ja. Ja. Vind je, uh, religie, is, dat, is het recht op religie absoluut? Want die discussie wordt gevoerd nee. over religies. Ik heb het nu een nee, volledige nee. betekenis. Het... Voor, voor, voor mij niet. Voor mij is het niet absoluut. Het hangt ook af van de functie die je hebt. Ja. Uh, ik kan je heel concrete voorbeelden ja. geven. Ik kan begrijpen in de Verenigde Staten dat iemand die een homohuwelijk niet uh, wou als ambtenaar ja. noteren, uh, gesanctioneerd wordt. Wat de paus ook mogen denken daarover. Ja. Zijn job is over de godsdienst te waken. Ja. Uh, wie aanvaardt ambtenaar te zijn, moet, tenzij zeer ernstige redenen zijn, mm -hmm. die te maken hebben met uh, doodslag, sterven enzovoort, homohuwelijk is dat niet, mm -hmm. die moet eigenlijk zijn job doen, vind ik. Zeker. Dus er zijn grenzen, de, de, je leeft in een staat mm -hmm. en akkoord, op een bepaald moment moet je je geweten volgen, maar dan moet het toch echt gaan, als je ambtenaar bent tenminste. Over zaken die. Ja. Uh, moeten, moeten in één beweging dan ook effectief natuurlijk ambtenaren, mensen die werken voor een overheid, moeten die dan vol uh, nee, religieus neutraal zijn. Geen uiting van religie. Oh, weet Je, je zal altijd Dat zien aan iemand. Ja. Weet je als daar iemand zet, die ziek die, uh, is. Ziek met, mm -hmm. met ja. zo'n. Ja, ik vind nog altijd, weet je, liefst neutraal. Zelf heb ik altijd de houding aangenomen voor mezelf van uh, gedraag je zeer neutraal en zodat uh, men gewoon iemand ziet voor u die een gewone burger ziet voor ja. u. Gewoon ambtenaar ziet. Dat heeft mijn voorkeur. Maar om daar nu echt scherpslijper in te worden en daar heel dogmatisch te zeggen, en die dame die ga ik absoluut niet. Uh, aan een gichetje laten aan een... Ja? omdat ze een hoofddoek heeft zo zit ik ook niet in elkaar als dat een gewoon simpel voorleken is kom mee. Ja. u komt nu over um, als charismatisch gematigde uh, wijze rijper met de jaren als ik het zo wil mag omschrijven maar vroeger was u toch dikwijls de gebeten hand, hè? u was het symbool centrum, le man uh, discriminatie, racisme. en Pot, De, de onderzoekers, de, de politie die ja, gaan onderzoeken. Torkemada, Paul Pot, Hitler, ja. ik, ben, ik heb alles Je bent aan, voor een, veel uitgemaakt, hè? Oh ja, schrikkelijk. Wat is het ergste dat iemand tegen jou kan zeggen of uitmaken? Well, ik kan u eigenaardig klinken, maar ik heb eigenlijk nooit een klacht neergelegd. Nooit? Voor, uh, voor smaad tegen mij, hoewel ik mijn deel gehad heb. Ik heb trouwens ook nooit klacht neergelegd voor. Uh, uh, wat men nu, soms is er een opbod van doodsbedreigingen. Ja. Ik kan u verzekeren, op een bepaalde periode had ik zo ongeveer om de twee weken. Echt waar? Maar ja. Om de twee weken een doodsbedreiging. Ja, ja. Nu lopen nu, nu sommige ik, politici uh, al naar de kant. Maar van ja, ik zei kijk, je moet een bekende Vlaming worden omdat je een doodsbedreiging had. Ik vond nog altijd: het beste dat je kunt doen is erover zwijgen. Uh, want tenslotte veel van die mensen, de Hanen zijn mij altijd: als je echt van kant wil maken. Hè, als je wel ja, dan, doe, dan schrijven ze het dan, niet. Dan, dan gaan ze het. dat niet schrijven op voorhand. Ja. Maar mocht dat gerust weten. Ik heb mijn voordeur erin getrapt. Ik heb uh, aan mijn tuin aan de achterkant wel de rozen advies gekregen om wel de rozen te plaatsen. Men adviseerde mij als ik voor een rood licht stond, dat ik altijd een paar meters afstand moest laten met de vorige zodanig dat ik eventueel weg kon. Dus ik heb mijn deel gehad. Maar ik vond dat dat bij de job hoorde. Ik vraag het mij nu net en... af: He heeft u ooit. Uh, heb jij, sorry dat ik jij, uh, u zei, maar. heb jij uh, ooit. Uh, <laughs> uh, normaal is het omgekeerd, maar ik, ik heb graag goede gesprekken met mijn gasten hier. Heb jij nooit bewaking gevraagd dan of gekregen? Nee. Ik heb dat nooit gevraagd. Vond me dat niet nodig of wou je dat niet? Ik heb dat principieel nooit gevraagd. Ik gaf ook de meeste van mijn klachten niet aan. Uh, je kunt dat vragen aan mijn secretaresse van ja. vroeger. Ik lag gewoon niet mee. Ik dacht bij mezelf. Goed, ik boot bij de job. En, je... en weet je, gematigd, wie mij kende, weet dat ik eigenlijk altijd gematigd geweest ben. Ja. Echt waar. Waar zaten jouw uh, grootste vijanden? Ook had er genoeg, genoeg In welke bus. hoek sta, kon je dat vastpinnen, dat je zegt Me van, kijk, dat... ik kon verdelen over drie categorieën. Ja. Dus uh, ik, uiteraard uh, zat ik uh, met een paar mensen in het Vlaams Blok, die, die ja. mij uh, rouw hadden. Uh, ja je ja. heten, hè? Uh, nu allemaal hoor, want ik heb wel een paar goede vrienden, die okay. Nu nog altijd, kunt u nog op mijn Facebook ja. vinden. dan <laughs> gaan dat toch eens onderzoeken. En, die uh, het er vinden, ja, die onder Facebook-pagina. En uh, dus die, dan had ik natuurlijk ook bij de extremistische moslims een aantal. Ik ah, heb oh. had gehad tegen mij, ik heb folders tegen mij gehad in Molenbeek, in de cafés tegen, tegen mij. En ik, degene die ik eigenlijk denk ik. Het gevaarlijkste waren, waren een paar in de mensenhandel. Oké. Okay. We komen daar zo dadelijk op terug in deze Ment Late Night met Johan Leman. Welkom terug bij Ment Late Night met Johan Leman. Je vertelde mij daarnet, bedreigd, um, het hoort bij de job, um, uh, extreme meningen, dan moet je toch een brede rug of een dik vel hebben. Raakte je dat niet? Raakte je dat niet vroeger? Ik ga je één ding zeggen. Uh, ik dacht dat het mij niet raakte. Ik ja. dacht dat. Dus uh, je, je, je groeit daarin, in mm. je top. In het begin raakt u dat een beetje en dan uh, groeit je daarin. Je aanvaardt dat, dat gaat wat uh, van ja. u af. Maar ik ga je één ding zeggen. Toen ik stopte, heb ik wekenlang met een vakantiegevoel rondgelopen. Echt? Ja, ik voel mij volop in vakantie. En althans... Ik eh, ging direct over naar een voltijds aan de universiteit. Ja. Dat was echt een vakantiegevoel. Ja. Dat, dat, dus dan was er toch een, een, een enorme druk. Dat was een natuurlijk, enorme... was de verpersoonlijking van dat centrum tegen racisme. Is een roof, je doet een roofbouw op je lichaam, zonder dat je het weet. Ja. Je hebt daarnet gezegd dat de gevaarlijkste waren eigenlijk de mensensmokkelaars Ja, mens non, mensenhandel. Mij, maar ja. als ik dat dan zo bekijk, dit is actueler dan ooit. Mensensmokkelaars. Natuurlijk. Een... maar ik schrijf nu binnenkort komt er een boek uit bij een Britse grote internationale uitgever, Paul Greef, waar ik twintig jaar mensenhandel mensensmokkel analyseer over Brussel ja. en uh, oké okay, ik, ik tijdens mijn job nam ik altijd nota mm -hmm. dus los van uh, ik ben antropoloog ja, ja. dus los van, <laughs> van uh, waar ik eventueel mee naar het gerecht ging of niet nam ik nota over zaken die ik interessant vond ja. en uh, ik heb daar dan latien samen met een vroegere medewerker dus eigenlijk een boek rondgeschreven, nu dat het nu uitkomt en dat de Britse uitgever blijkbaar interessant genoeg vindt. En staan daar dingen in waarbij je nu nee. al zegt van ja, dat gaat weer zorgen voor wat, wat spanning, wat stress en er dingen worden ophelderingen, onthullingen met nee, name en toename? Mijn thesis is vooral dat het een business is. Hè? Het is een business die enorm opbrengt. En waar er vooral een competitie bestaat rond het stuk Brussel-Oostende, uh, Brussel-Belgische kust, ja. voor de overgang naar. En dat kun je over die jaren analyseren. Dat is het duurste stuk ja. in de mensensmokkel. En dat is ook het stuk waar het meest uh, competitie over bestaat tussen verschillende groepen, omdat het meest rendeert. Mm -hmm. Maar dus, ik, eigenlijk moet ik een beetje glimlachen als ik nu plotseling op televisie zie dat een minister of, of wie dan ook zich daar ergens op een parkeerruimte. Laat uh, filmen. Ja. Dat, dat is al twintig jaar aan de gang. Hè? Ja. Nu, als je spreekt over mensen-smokkelaars en, en de, de, de instroom die we hebben, en ook na de aanslagen van 9-11, Madrid, Londen, uh, de angst voor vreemdelingen, in de zin van uh, wat, wat je hoort, leest, hè, uh, zijn die gasten, het gaat over dan de, de moslims in vele gevallen natuurlijk, wel inpasbaar? Zijn ze, het zijn niet mijn woorden, hè, maar zijn ze te assimileren? Moeten we van vooraf aan beginnen? Hoe ziet u dat? Zijn mensen. Ja. Zijn mensen. En mensen, kijk, ik, ik ben ook een mens en ik beleef het Christendom en de Bijbel absoluut niet zoals het op, op papier staat. Mm -hmm. Geloof me. Hm? Uh, gelukkig of ongelukkig, ja. maar zo is het. Ja. En ik ken niemand die dat, die zonder meer zo godsdienst beleeft zoals het op papier staat. Ja. Hm? Dus je hebt te maken met mensen die interpreteren. En veel hangt af bij de interpretatie van wat ze van anderen horen rondom mm -hmm. zeg. Ik pleit al jaren, van in het begin uh, van de jaren negentig, voor een opleiding uh, theologie voor okay. moslims hier in België. Ja. En om te zeggen: kijk, als je wilt in een moskee functioneren, dan ga je die opleiding gehad hebben hier in België. Dan kom je niet van Saudi-Arabië. Maar nee, dus wij zijn voor een stuk verantwoordelijk. Wie financiert het meest mm -hmm. in België uh, op vlak van de islam? De hoofdstaten. En zolang we daar geen komaf mee maken, moeten we niet verwonderd zijn. Hè? Ja. Dat, 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 dat er dus eigenlijk problemen. is het onze eigen schuld dat dat, dat, dat niet. Laten we schuld, zeggen. Ik, ik spreek niet graag over schuld. Het is nee, maar een maar, Europees fenomeen. Eigenlijk, eigenlijk zijn wij de reden hoe het nu evolueert voor een stuk. Zal ik het zo A, het stuk, ja, door het tekort aan duidelijkheid. Ja. Je haalde het net even aan: geestelijken. Ik had hier een vraagje. Eigenlijk wou ik van dat moment uh, profiteren om u daar even uh, over uit te horen. U bent destijds uh, in het klooster gegaan. Ja. Ik vraag me dan altijd af, waarom, waarom doet iemand dat? Bestaat er zoiets als een, een roeping? Um, wat moet een, een, een leek zoals ik mij daarbij voorstellen dat je zegt van ik ga naar het klooster? Leeftijd speelt mee, denk ik, in mijn geval. En nu denk ik denk voor veel uh, jonge mensen van mijn generatie, leeftijd speelt mee. Zei, Welke laat... leeftijd was dat dan? Adolescentie, 18, jaar. 18 Adolescentie. jaar. Dat zou ik nu net vreemd vinden, op je 18 jaar zeggen ik ga naar het klooster. Nee? Ja, en vandaag zouden we dat niet doen, 18, hmm. denk ik. Zouden ja. de meesten dat niet doen. Uh, maar toen was dat zo. En bij mij, maar ik wil dat niet vooralgemeen, ik denk dat iedereen zijn eigen motivatie heeft. Bij mij, want ik was absoluut geen, uh, geen pilaren uh, bij het hoor. Uh, ja. want ik weet dat de reactie van mijn omgeving was, tja, wa, 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 wa. ja, wat uit? overkomt u? je bent een van de laatste van wie het verwachten. Ja. Uh, bij mij was het eigenlijk uh, zoeken. Ja. En heeft u... Heeft u ooit spijt gehad dat u in het klooster bent gegaan? Ik heb momenten dat je natuurlijk ondervindt eh, op een zekere dat leeftijd he? dat je, ja, maar ja, dat je ja, echt dat je seksuele, seksualiteit duidelijk voelt ja. eh, en je aangetrokken voelt tot vrouwen ja. en zo. Je hebt die leeftijd waar je zeker door moet. Je hebt ook eh, op een bepaald moment, en dus dat is op een latere leeftijd, eh, het besef dat je geen eh, kinderen zult hebben. Weegt dat nu nog door? of, of allemaal Nee, ik ben daar, dat zijn fasen waar je doorgaat. Ja. En nu heb ik een gevoel van dat mijn leven, toch als ik daarop terugkijk, eh, toch een mooi leven was. Dat ja. ik daar eigenlijk, eh, ja, ik heb foto's gemaakt. Dus echt, maar, laat laat ja. dat duidelijk zijn. Uh, goed, maar ik kan ermee leven. Oké. Okay. komen we terug met veel meer in deze Ment Late Night met Johan de Man. Welkom terug bij MENT Late Night. Je kan ook alle afleveringen herbekijken op de website www.mentlatenight.tv. Daar kan je grasduinen in alle gasten die hier al langs zijn gekomen. En je kan ons natuurlijk ook best even volgen op Twitter en Facebook, want daarin kondigen we aan wie er naar de studio komt. En mag je ook uh, reageren, dat kan je ook doen. Jurgen uit MENTLatenight.tv. Ehm... Um, er zijn in onze maatschappij minder geestelijken. Uh, we zijn hier al heel ernstig aan het praten. We gaan ook op zoek dikwijls, naar de mens uh, achter uh, in deze studio. Waar heeft u vandaag de dag het meeste plezier aan? De meeste mensen, je haalde daarnet uh, aan van het moeilijk was voor sommige beslissingen, maar de meeste mensen van jouw leeftijd die gaan om met de kleinkinderen. Voor een pater is dat dan waarschijnlijk toch wat moeilijker. Is dat dan een goede glas wijn, een, een goed oh, stuk muziek ja. of, of Ik weet nee, het niet. Nee, nee, Drinkt u? Nee, nee. nee? nee wijn mag ja. trouwens. Ik heb ik heb uh, hartfibrilaties, dat dus mag niet. Oh, ook ook dat nog. Oké. Okay, ja, ja. ja. dus uh, waar zit het uh... vriendschap? Ik mm -hmm. heb toch een paar heel goede vriendschappen. Uh, daar heb je wel iets aan. Uh, ja. Dan ook. Uh, ik ben altijd bezig. Hè. Je dus stopt niet. Altijd... Niet meer pensioen. Ja, ik ben op pensioen, maar ik werk zoals vroeger. Hè. Ja. Dus, ik, bedoel, ik ben bezig met het foyer. Ik, ik, ik eh, tracht nieuwe projecten samen met medewerkers op te starten. Ik heb heel goede medewerkers. Je leeft daarvan, ook voor een stukje. Ja. Je hebt daar plezier aan. Je, dan ook mensen die je opzoeken nadien, met wie je vroeger te maken uh, had. hebt. Ja. En, die, ja. Ja, en waar je toch enige. Uh, dat doet deugd. Ja. Ik, ik geef een voorbeeld. Ja omdat we nu toch over vluchtelingen spreken. Ik heb ooit vroeger een viertal people, Vietnamese bij mm -hmm. mij aan huis gehad. Ja. Dus opgenomen enzovoort. Wel, dan doet het deugd als zo iemand u later contacteert, die dan al kinderen heeft, die ondertussen aan de universiteit zitten. En dat, en dat hij dan vertelt van vroeger, he, wat dat betekende als hij uh, opgevangen werd en bij u thuis woonde enzovoort. Dat doet deugd. Dus ik moet zeggen. Uh, uh, ik heb de indruk dat ik zeer zinvol bezig geweest ben. Ik heb echt uren tekort op een dag, want ik moet nog een vijftal boeken schrijven ook ja. ondertussen, en dan krijg je die moeilijke plaats. Stress. En, stress. Uh, maar ik, krijg die, ik heb geen ja. tijd, dus uh, ik dacht dat ik veel tijd geef op pensioen. Maar er zijn veel mensen die ervan uitgaan dat je veel tijd hebt, hè? Ja. als je op pensioen bent. Ja, dus de, dat... de, de overheid wilde mensen langer laten werken, maar je bent natuurlijk wel het mooie voorbeeld van je stopt niet. Gewoon verder, ja. ja, maar goed, ik heb ook als prof hebt goed pensioen, hoor pas op. dat is ja, ik kan niet dat verzekeren. dus uh, ik moet daar niet over klaar. ook ja. hier als gepensioneerde, vind ik dat ik dat ik echt niet moet klaar. ik ga dus niet klaar. Ja. En stem uit het verleden. Uh, ik ben geen toonbeeld van moraliteit en religiositeit. ik ben geen hypocriet hierin. het troost mij als ik in het evangelie lees dat jezus veel begrip had voor zondaars en tollenaars. Hopelijk brengt Jezus hetzelfde begrip op voor mij. Maar dat heb je dat gevonden? <laughs> dat is een uitspraak van, van, ik ik van, van, van jou. Ja? En dan vraag ik mij af: als ik dit lees, ik ken mijn karakter dan denk ik. Wat heeft ie mispeuterd dat hij dit ooit zegt? Of is er niks? Nee, dat is mijn leven. Maar je, je zegt van: Ik hoop dat Jezus hetzelfde begrip opbrengt voor mij. Ja. Waarover? Welk begrip? Nou, als ik... Heb je gezondigd? Dat is dan eigenlijk de vraag. Dat is, is een zwaar woord. Ja. Maar voor mezelf heb ik fouten gemaakt. Ja, absoluut. En ik zou zeggen, de grootste fouten zitten niet op beroepsvlak. Mm -hmm. Maar zitten voor mij op menselijk vlak. Dus uh, Waar ik mezelf een groot tekort aan empathie Empathie? Empathie. Tekort aan empathie had. Vroeger kon ik soms hard zijn. Ja. Naar sommige mensen, naar sommige medewerkers ook. Uh, vroeger dat is ondertussen wat toch is. Softer geworden, Ja, maar wat hoor. toch vreemd is iemand die probeert de mensen te begrijpen want dat is toch je opleiding en dan heb je zelf te weinig empathie om, om met die mensen om te gaan zal ik maar zeggen ja en toch maak je die fouten toch maak je soms die fouten in die zin zeker naar sommige medewerkers toe of naar sommige vrienden ook ik heb gebroken met sommige vrienden op een zeer radicale manier waarvan ik nu zeg ja eigenlijk had het Eindelijk had anders ik het kunnen kunnen anders had het anders kunnen lopen, het kon soms hard zijn, mm -hmm. ja. Het dus is niet zozeer over de mensen zelf met wie je bezig bent, maar dus eigenlijk met uw onmiddellijke omgeving mm -hmm. verwijt ik mij soms een tekort aan empathie. Ja. Centrum de man is een titel die blijft hangen natuurlijk, als we even kunnen doen, terugkoppelen, he. dat kan je niet aan doen natuurlijk, want u was de eerste geloof ik uh, in, in België. Ja, en ik had gevraagd aan Roger Adams om dat te veranderen. Maar ik zat blijkbaar zo in de computer op de VRT. En zo is dat gelopen? Zo is dat gelopen. In het begin toen dat ging, uh, uh, ik, ik vond dat een beetje lastig. Uh, Man, ik vind dat nogal gepersonaliseerd. Ja. En ik had dan een mailtje geschreven en ik kreeg een mailtje terug dat ik eigenlijk zo in de computer zat en dat, dat die andere titel nogal lang was. En bo, ik heb dan mij daarbij neergelegd. Oké. Okay. We komen zo dadelijk terug in het laatste deel van deze MENT Late Night. Welkom terug bij MENT Late Night. Het laatste deel met Johan Leman in de studio. Vroeger bekend en berucht van de baas van het Centrum, Leman. Maar ondertussen zoveel andere dingen waar hij mee bezig is, zoals het schrijven van boeken. Uh, migratie in dit land, immigratie, het is een zwaar beladen woord aan het worden. Hmm. Heel wat mensen zeggen ook in Europa van, we hebben gefaald, het is mislukt. Uh, de immigratie. Uh, Merkel heeft het zelfs gezegd. Uh, in Nederland zegt men het. Bij ons zegt men het. Nu komt er een nieuwe golf van migratie. We hebben de vorige nog niet netjes afgewerkt, zou je dan zeggen. En nu komt er een volgende. Ziet u dat ook zo? Ik zie het absoluut niet als een mislukking. Nee? Maar ja, je kunt dan even goed zijn. Nou, ons mobiliteitsvraagstuk is ook compleet mislukt. Ik kan u een hele reeks dingen zeggen die volledig ja. mislukt zijn. Wat is, wat is het fenomeen migratie? Dat is dat je mensen krijgt uit Sociaal gezien en cultureel gezien enzovoort, ik was totaal andere streken. Die komen dan in een stad en je ziet op één generatie tijd, maximum twee generaties tijd, hoe de haard van die stad vervangen wordt. Ja. Of zeker bepaalde wijken. Je doet dat dus met een om het even maken pingpongclub. Mm -hmm. Of met een om het even club en je gaat een probleem hebben. Dus je krijgt dat zeker ook in een stedelijke context. Je moet, kijk, dat was niet toevallig dat Paul Adon eerste rapport. Een, uh, hoe heette dat, integratie, uh, iets van lange ja. adem genoemd ja. heeft. Men wist dat, dat kan je niet in 1, 2, 3 regelen. Een migratie lukt over het algemeen op het vlak van haar tweede generatie en van haar derde generatie. Mm -hmm. Wat is bij ons het probleem geweest? Oh, dat is uh, op het vlak van het werkstelling. Ja. Bij de tewerkstelling. Bij de scholing in de grote steden, bij uh, de mensen die overgekomen zijn, Jaren 80, 90. Ja, dat top. is eigenlijk het probleem geweest. Ja. Raakt je dat hard als mens, als je dat allemaal ziet? Want je bent heel betrokken altijd uh, in, in die problematiek. En zeg je van, ik had misschien meer willen doen, meer kunnen doen? Meer kunnen doen denk ik niet, maar ik had meer willen doen. Mm -hmm. Maar ik ben nooit, ik had nooit een politieke functie. Ik ja. moet dat niet onderschatten. Je mocht een advies geven. Ja. En uh, naar de media toe mag je niet de indruk geven dat geen eh, enkel van uw adviezen ernstig genomen wordt, want anders goepel ja, je op. Dus je moet rechtop blijven staan, ja. overeind blijven en blijven zeggen, kijk, ik geloof erin, eh, dit zal moeten gebeuren. Wat is een beetje eh, mijn frustratie, ik ga dat niet wegsteken, dat is dat sommige politici, die dan nadien zeggen, de migratie of de integratie is mislukt, gewoon niks gedaan hebben ja. in die jaren. En dan zeg ik, ja, chapeau. Hè. Uh, nu, nu komt gezeggen integratie is mislukt maar toen er inderdaad voorstellen voor u lagen weet je, de dingen, sommige zaken waar minister Bourgeois nu mee afkomt ze mm -hmm. moeten een taal leren ze moeten dit doen, inburgen. die dateren van november 89 oké, okay, dat is al even terug die datenen is eventjes terug toch ja. en dus die stonden daar perfect in dat eerste rapportboek van mevrouw Don. toen mm -hmm. en dus, dat maakt mij een beetje uh, ja och ik, ik voel toch ook wel heel veel relativering nu. Als ik, als ik uw tijdlijn bekijk over zoveel jaren, dan, dan is het nu van. Ach ja, zo. Hè? Ja, maar goed, wat moet ik doen? Moet ik, moet ik een maas weer kweken? Of, nee. Uh, nee, ik, had, <laughs> ik stel je voor. Dus dat dus ik, ik Er is een bepaald moment waar, waarom ben ik eigenlijk niet zo gefrustreerd geweest. Toen ik, al bij al toen ik opstapte. En. en uh, mm -hmm. Dit is dat ik vond dat ik eigenlijk een, soms nuttiger kon bezig zijn. Uh, gewoon op de foyer ja. en met concreet met mensen bezig te zijn, dan daar om de twee dagen rond een tafel te zitten, overleggen. Ja. Waarbij ik tenslotte toch maar kon adviseren zonder dat er een beslissing genomen werd. Mm -hmm. Dus het, het rechtstreekse contact bracht mij eigenlijk meer, meer uh, vreugde op. Ja. Terechtstreekse contact met de mensen. Het is een klassieke vraag aan het worden in dit programma, uh, maar ik vraag aan iedereen, meestal bij de afronding ook. Uh, want is er iets in je leven waarvan je zegt van, dit wil ik sowieso nog doen? Of zeg je, ik heb alles gedaan, het hoeft niet. Ik ben oh nee. perfect gelukkig. Oh nee, ik heb nog een paar dingen. Ik wil uh, in het foyer, ik ben erover aan het discussiëren, ook trouwens met een kunstenaar. Mm -hmm. Ik wil er nog iets realiseren, ook rond uh, dat eigenlijk de uh, migratie symboliseert. Mm -hmm. Kunst. En, uh, ja, via, via kunst die dat ergens zijn, ik ga er zelf voor betalen, ze moeten natuurlijk geen zorgen maken bij de overheid. Uh, dus ik wil daar nog mee bezig Iedereen Iets dat eigenlijk mooi toont wat migratie is, uh, via een, een iets, iets artistiek. Hm? En dan heb ik natuurlijk nog mijn vijftal boeken die ik eigenlijk ook wil schrijven. die ja, dat je daar geen in tijd de, vindt, ja. de, 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 En dan, oké, okay, dan moet geleidelijk aan de transitie gebeuren zelf, in de foyer zelf. Uh, dat andere mensen het werk overnemen. Maar daar zit ik momenteel met een enorm probleem. Dat is de financiering. Ja. Ik krijg van de Vlaamse overheid niks. Hè. Ja. Dus geen allemaal... euro, geen, euro, geen euro. Dat wil dus eigenlijk zeggen dat ik aangewezen ben op uh, privé-sponsoring privé ja. en Altijd. vrijwilligers. En ja, Molenbeek, dat is niet onmiddellijk iets van een privé-sponsor... Uh, ja. Naartoe komt. komt <laughs> Oké, okay. Johan Lemann, bedankt voor dit openhartig gesprek. Ja. Uh, gesprek. Ik heb vandaag een, 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 een man gezien die ik niet kende en ik hoop dat de kijker dat thuis ook heeft gehad. Uh, bedankt voor je komst in Ment Late Night en ik wens je nog veel tijd om het schrijven van je boeken. Graag gedaan en goede nacht. Ja, goede nacht jullie Graag. ook. Tot de volgende.